En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Discovery Swiss vooraan. Discovery Swiss aan de buitenzijde Alonso Meadow. En die gaat nu echt doordrukken. Alonso Meadow is ernaast gekomen. Daarachter ligt aan de relingzijde Chubby Bobber. En de rest die snakt naar adem. Die hebben het niet meer. En zo gaan ze de laatste bocht in. Het is nog altijd Discovery Swiss die leidt. Maar Alonso Meadow die blijft ernaast. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Alonso Meadow aan de buitenzijde. Aan de relingzijde Discovery Swiss. Worden Dennis Minema. Worden Dickie Hof. Dickie Hof komt hier uit de streek. Die komt uit Luinjebed. Heeft net het dorpsfeest gehad. Hij is er ietsje voorbij. Maar aan de binnenkant komt Discovery Swiss weer terug. En daar komt aan de buitenzijde dan ook nog de aanval van de nummer 9 Jonker Fanatic. Ze gaan naar de streep. Ze gaan naar de streep. Het is nog steeds Alonso Meadow. En op de streep is het Jonker Fanatic die wint. Jonker Fanatic met een neusje voor Alonso Meadow. De derde plaats voor Discovery Swiss. Prachtige finish. De voorlopige uitslag in cijfers, dames en heren. Wat een schitterende koers was dit. 9-7-3. Dan de 6 en dan de 2. 9-7-3-6-2 voorlopig. Prachtige tijd ook. 1-22-2 en dat over deze afstand. En de uitslag is ook al officieel. Rogier, de winnaar is geworden, paard nummer 9. Jonker Fanatic, zijn 46ste overwinning. Vind maar eens zo'n paard dat altijd doorgaat en altijd blijft winnen. Hij wint hier vandaag met Bas Krebas in 1-22-2. Café Het Ziel, Willem en Elske, dat zijn de naamgevers van deze zevende koers. Bas, we hebben voor jou de designklok namens de drafbaan hier in jouw. En natuurlijk een prachtige zierdeken voor het winnend paard. Ik zou zeggen, hij gaat niet staan, helaas. Dat weten we al 47 keer. Ja, dat is de 47, 46, maar nog een keer goed geteld 47. Misschien gaan we 50-0 halen. Topbeest, topbeest. Een van de allermooiste dit, denk ik. Ja, bijzonder. Kijk, Dickie deed voor mij goed en voor Dennis slechts. Joeg elkaar dood op kop. Hij wou al gaan, die jonker. Die jongen, ik denk, nou moet ik hem laten gaan. Ja, vloog naar huis. Top. Wat heb je voor hem in de aanbieding de komende weken? Nou, zondag moet hij 1700 meter. Hoeft hij niet zo ver. De rest van de week is hij nou eigenlijk vrij. Alleen korte banen nooit geprobeerd? Nee, ik pak geen benen. Ik had nu nog een fout aan de start. Hè. Ik was heel slecht weg. Ja, topbeest. Topbeest. Kijk eens aan, Bas. De klok is voor jou. En een prachtige zierdeken namens Café Het Ziel. Ook die is voor Bas en zijn geweldenaar Jonker Fanatic. 11 jaar deze bruine ruin van Diamond Way, het Fanatic Wish. Duits gefokt in bezit van stal PD. Bas Krebas, de verantwoordelijke trainer en rijder. En voor hem was dit puur genieten. Kort even bij met Peter Delis. Peter namens stal PD, een eigenarencollectief. Ere wie ere toekomt. Wie zijn er allemaal vertegenwoordigd in dit paard? Nou, ik ben de enige vertegenwoordiger. Maar als mensen nog geïnteresseerd zijn, mogen ze zich melden. Dat geldt niet alleen voor deze, dat geldt voor een aardige stal vol inmiddels, hè? Ja, een stuk of 20 staan er inmiddels al wel op mijn naam. Dus als mensen voor een deeltje mee willen doen in een jaarling of in een koerspaard, dan zijn ze altijd welkom. Er is ook een website. www.stalpd.nl. Dankjewel. Mooi initiatief natuurlijk, samen een paard houden, dan blijven de kosten te overzien. En is het plezier eigenlijk alleen maar groter. En dat zijn initiatieven die we moeten toejuichen. Mooi dus dat Stal PD ook op een dag als deze een schitterende overwinning boekt. Middels paards nummer 9, Jonker Fanatic. Ik ga nu, dames en heren, een groot applaus voor een prachtige winnaar. 47 koersen gewonnen, zwaar geblesseerd geweest, teruggekomen. Nu is hij 11 en wint hier in Joure over 3525 meter. Jonker Fanatic, Bas Krebas. Paarden draaien de baan op. Start is gevallen. Galoppade aan de relingzijde van Celtic Boko. Die begint met een fout. En ook een galoppade van Chelsea Norg. Dat zijn de twee paarden uit de eerste band die beide een fout hebben gemaakt. En de leiding wordt genomen door Discovery Swiss. Precies zoals Minema aankondigde. Uitgeschakeld nummer 4-4 galop. Discovery Swiss die leidt van start af op de tweede plaats daarachter Chubby Bobber. Dan valt er een heel groot gat. Plaats 3 is voor Automatic Gear. En op de vierde plek aan de buitenzijde probeert een deelnemer positie te krijgen. Valt niet helemaal mee. Daarachter aan de relingzijde volgt dan
Jan Thijs de Jong en die heeft daar toch nog positie kunnen krijgen met Celtic Boker, ondanks die fout aan de start. We hebben nog 4 ronden te gaan. Leiding in handen van Discovery Swish. Aan de buitenzijde komt dichterbij. Paard nummer 8 en dat is Talismano Plessis. Uitgeschakeld nummer 4. Bakker uitgeschakeld. Galoppaarden van Talismano Plessis in de bocht. Die is een beetje onwillig. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Discovery Swish. Uitgeschakeld nummer 8. 8 galop. 2 paarden zijn we kwijt. Discovery Swish leidt. Tweede plaats daarachter als ze achter de tent vandaan komen is voor Ruud Pols met paard nummer 2. En dat is Chubby Borger. Tempo is fors naar beneden gegaan. Automatic Gear ligt derde. Vierde plaats Celtic Boko. Vijfde is Alonso Meadow. Zesde is Kito Beno. En de zevende plaats is voor Jonker Fanatic. We hebben nog 7 paarden over in de koers. En die gaan op dit moment de linkerbocht in. En ze liggen allemaal achter elkaar. Leider is nog altijd dezelfde. Discovery Swish de favoriet. Discovery Swish op de tweede plaats daarachter. Chubby Borger. Derde plaats voor Automatic Gear. Daarachter volgt Celtic Boko. Halfspoortje naar buiten gaat inmiddels Alonso Meadow. Gaat Alonso eigenlijk veel te langzaam. En daarachter liggen dan ook nog 2 kanspaarden. Dat zijn Kito Beno. En daarachter volgt aan de relingzijde dan ook nog Jonker Fanatic. Daar komt Dickie Hof aan de buitenzijde. Ik zei het al, het gaat hem te langzaam. 3 ronden te gaan nog. En nu gaat het tempo weer omhoog. Minima is eigenlijk iemand die op de snelweg nooit tegen wil komen. Als je ernaast komt met je auto, gaat hij gas bijgeven aan de binnenzijde. Dat doet Minima op dit moment. Hij geeft gas bij. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Discovery Swish, Alonso Meadow. Nu wordt het ineens een hele volwassen koers. Maar we zijn nog niet eens halverwege de koers. Het wordt een hele harde koers. Paarden in de rechte lijn overzijde. Discovery Swish Alonso Meadow. Die blijft gewoon doordrukken. Daarachter Chubby Bobber. Dan naar Adam Happend Automatic Gear. Daarachter volgt aan de relingzijde Celtic Boko. Paar lengte daarachter Kito Beno. Die moeite heeft met dat tempo. En daarachter Jonker Fanatic. En zo gaan de paarden de linkerbocht weer in. Alonso Meadow dus aan de buitenzijde opgedoemd van de favoriet Discovery Swish. En die kan nu geen tempo meer drukken. Zodra hij dat doet, gaat die Alonso Meadow nog een keer aanvallen. En de paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog 2 ronden te gaan. En Alonso Meadow flankeert daar Discovery Swish. Tempo is wel wat naar beneden gegaan, maar dat ging net wel even heel hard. Daarachter aan de relingzijde Chubby Bobber. Dan ligt Celtic Boko er nu heel mooi in op de rug van Alonso Meadow. Dan Automatic Gear. En Sjoerd van der Galie wil graag naar buiten. En dat heeft ook Tommy Kooijman gezien. Die gaat heel snel dat gaatje dicht. Ook zo iemand die op de snelweg niet graag tegenkomt. En daarachter is het Jonker Fanatic. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer in. Het is nog altijd Discovery Swish die leidt. Alonso Meadow ligt op de tweede plaats. Daarachter aan de relingzijde krijgt werkelijk een koers op maat Chubby Bobber. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Vierde plek Celtic Boko. Vijfde Automatic Gear. Zesde plaats daarachter is Kito Beno. De winnaar van juli. En daarachter volgt de deelnemer die toen derde was. Jonker Fanatic. En zo gaan de paarden de bocht weer in. En als ze straks de finish passeren, nog één volledige ronde te gaan. En Discovery Swish leidt nog altijd. Het is een beetje Schalten en Walten, zoals de Duitsers het zo mooi zeggen, wat Dennis Minima daar doet. Af en toe hard, af en toe langzaam. En dan precies zorgen dat je voorop blijft. En dat moet hij nog 1 ronde vol zien te houden. Paarden zijn weer in de rechte lijn. Nu komt er in het achterveld beweging. Nu komen de paarden van achteraf naar voren. En daar komt Kooijman aan met Kito Beno. Kito Beno gaat nu in de aanval. Minima heeft het alweer gezien. En weer gaat hij in de 6e versnelling. En hij gaat verder. En hij gaat de laatste ronde in. Discovery Swish leidt. De proppen zijn wel al getrokken. Alonso met Beno ligt tweede. Kito Beno door het derde spoor. Daarachter aan de relingzijde. Nog altijd Chubby Bobber. Daarachter Automatic Gear die het moeilijk heeft. En dan Celtic Boko. En ook Jonker Fanatic gaat nu naar voren. En zo zijn ze voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Discovery Swish vooraan. Discovery Swish. Aan de buitenzijde Alonso Meadow. En die gaat nu echt doordrukken. Alonso Meadow is ernaast gekomen. Daarachter ligt aan de relingzijde Chubby Bobber. En de rest die snakt naar adem. Die hebben het niet meer. En zo gaan ze de laatste bocht in. Het is nog altijd Discovery Swish die leidt. Maar Alonso Meadow die blijft ernaast. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Alonso Meadow aan de buitenzijde. Aan de relingzijde Discovery Swish. Worden Dennis Minima. Worden Dickie Hof. Dickie Hof komt hier uit de streek. Die komt uit Luinjebed. Heeft net het dorpsfeest gehad. Hij is er ietsje voorbij. Maar aan de binnenkant komt Discovery Swish weer terug. En daar komt aan de buitenzijde dan ook nog de aanval van de nummer 9 Jonker Fanatic. Ze gaan naar de streep. Ze gaan naar de streep. Het is nog steeds Alonso Meadow. En op de streep is het Jonker Fanatic die wint. Jonker Fanatic met een neusje voor Alonso Meadow. De derde plaats voor Discovery Swish. Prachtige finish.